Gaan wij dit nu centraal nu een gesprek voeren? Ja, of gaan we lekker lobbyen? Ik vond het een leuk lobbyen. Hoe gaan we doen? Ja, we hebben een aantal nieuwe gasten. Die hebben denk ik een klein deel van het gesprek. Dat ging een beetje in de kant op wel. En het gaat eigenlijk een beetje over de positionering. In het Noordendam over de positionering van de partij. Dus hoe gaan we onszelf positioneren ten opzichte van de concurrentie? Wordt op inhoud afgerekend? Inhoud is basisinkomen. Hoe gaat het handen en voeten krijgen? Dat is eigenlijk een beetje het agendapuntje waar we op gebouwd. Ja, precies. Want er zijn nu. Ik ben niet de voorzitter van de vergadering, dus dat is een beetje. We vinden dat we allemaal dingen moeten. Jij bent de voorzitter. Er is participatie nodig. Snap je? Dus dat is eigenlijk wat. Jij de voorzitter van de vergadering? Nee, dat is geen probleem. Nee, het is een open discussie, maar er moet wel enigszins een beetje structuur in blijven. Dus ik probeer even de gasten die een deel gemist hebben. Te resumeren waar het een beetje naartoe ging in dit gesprek. We hebben eigenlijk dus vragen. We werken met deze ledendag met vragen. Mensen die vragen hebben. En daar gaan we dan op in. We hebben vanochtend een heel sheet afgewerkt met vragen en antwoord geven eigenlijk. Mag ik ingaan op die vraag die jij centraal stelt?